Academy-kijkers, vandaag gaan we raketten. En jullie gaan mee. Echt mijn positie opzoeken. Ik heb vandaag wagen nummer 10. Dat is naar aanleiding van het algemeen klassement. Maar de 10e volgorde van alle teams. Na vandaag hoop ik natuurlijk iets op te kunnen schuiven. 10e plek is voor vandaag niet verkeerd hoor. Maar voor me rijdt wagen 22, dus die moet ik langzaam gaan inhalen en na een paar kilometer is iedereen zijn plek. Het is een etappe vandaag van 162 kilometer, assen, dus een omloop. Dat betekent dat het zeg maar, een oudwester klassieker is, zeg maar, van start tot finish en veel smalle wegen en er staat vandaag heel veel wind. Dus, de renners staan ook van voren. Het kan gelijk al gebeuren dat er een vroeg ontsnapping wegrijdt. Maar dat er vandaag geknokt wordt, dat is een ding wat zeker is. En dat zag je vanochtend ook, want iedereen stond heel vroeg bij de start. Ik denk als je naar de bomen kijkt, het waait goed. Dus ik denk dat er vandaag al meteen chaos vanaf het begin gaat zijn. Dat we goed van voren moeten zitten en dan proberen mee te zijn. Maar mijn taak is gewoon om... Want ik wil natuurlijk feeling met de koers blijven houden. Daarmee kan ik de jongens het snelst helpen wanneer ze materiaalpech hebben. Dus ik moet enorm opletten. Bidon. Bidon, Bas. Daarnaast is het zo dat die jongens ook wanneer ze mij nodig zijn, steken ze een hand op. Omdat we nou geen communicatie hebben. Omdat dit een 2.2 wedstrijd is en reglementair mag je dan geen communicatie hebben. En dat is aan de ene kant, er zitten twee kanten aan. Qua veiligheid is communicatie vele malen beter. Het strijdplan kun je gewoon veel beter uitvoeren. Aan de andere kant, hier rijden ook clubteams mee. Met minder budget en communicatie is ook weer duur. Dus het instapmodel, zeg maar, dat voor iedereen iets laagdrempelig is, daar zit ook wel een verhaal aan. Laat ze een mooie gravelstrook liggen. Dat is wel jammer. Hoe meer gravel, hoe beter. Max is ook gek van gravel, want ik kan niet de auto weer wassen. Het is gewoon nou een spel, hè. Wie durft het open te breken, wie durft de initiatief te nemen dus. Maar je hebt ook al gezien, de koers is nog maar net echt open. En we hebben verschillende lekke banden en valpartijen meegemaakt, dus het is... Oh, kijk, weer een valpartij. Small crash. Kijk, vandaag is het echt waaienalarm. Als je ziet hoeveel wind er staat, dus als je naar de bomen ziet, en staat behoorlijk veel wind, windkracht 5, 6. En al die elementen dat er vandaag draait en keert, hebben we waaiers met wind van voor en ook wind van achter. En dat noemen wij waaieralarm. Op 9,6 kilometer komt een enorme versmalling. En dat kan leiden tot een valpartij of tot een breuk in het peloton. En ik geef aan, over 26 kilometer staat onze eerste verzorger met bidonnen. Die bidonpost is best belangrijk, want daar in die bidonnen zit onze voeding, onze koolhydraten ook. Dus behalve dat je in de wedstrijd fysiek rijdt en mentaal, moet je ook nog zorgen dat je motor ook vol blijft. Dat de tank vol blijft. Je bent die renners aan het faciliteren vandaag. Als er materiaalpech is of er mankeert iets aan de fiets, dan moet Max het repareren. Ja. En wij, zolang als de renner tussen de auto zit, mogen wij hem met pechgeval zover mogelijk weer terugbrengen in het peloton. Ja. En daarmee blijft de koers eerlijk. Ja, voor ons is het gewoon heel de dag scherp blijven, maar dan merk je wel. Nou was net de mededeling dat wij drie renners in de kopgroep hebben. Thomas Kopecky, Joren Bloem en Martijn Budding. En dat we dus naar deze mannen gaan kijken als het gaat om de overwinning. Die 20 man rijden al snel een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar. Het wordt goed samengewerkt, er zijn een aantal ploegen goed vertegenwoordigd. En dan mogen de eerste vier auto's naar de kopgroep. Wij nog niet, omdat we wagen 10 zijn vandaag. We doen mee. Daar is alles mee gezegd. De nummers van de chasers zijn 1, Lars Boven, Jumbo Visma. En 17-1, Joran Bloem, Jordi Visma. 6 riders in de lead. Mooi. Joran. Ze kunnen de finish al zien. Bram Dissel op kop van het peloton. Is het Joren Bloem die hier de sprint aangaat in het midden van de weg op de gele fiets? Is het Joren Bloem die hier de overwinning gaat pakken? Het lijkt er wel op hoor, de renner van Tour de Tietema. Pakt hij hier de overwinning? Nee, Max Kroonen komt er nog onderdoor. Ja, tweede plek hoor ik net. En de dag is nog niet afgelopen. Dus ik moet straks horen hoe het is gegaan met de renners. Het was een hectische dag. Leuk dat jullie keken. Wij gaan naar de volgende etappe.